des Lachen. So ist mein Gott, ich sog sein Angesicht, ich rob sein Name, stormhemmet mein Fachen. Dat ein Magd, dat ein Wesen richt, will mei behuden, en op handen drachen. Spreek gij het woord dat mij vertroosting geeft, dat mij bevrijdt en opneemt in nu vrede. Ontsteek de vruchten die geen einde heeft, wil alle liefde aan u mens besteden. Wees gij vandaag mijn brood, zo waar gij leeft. Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. Voel je welkom in de Rooms-Katholieke Kerk Sint Petrus de Visser op Terschelling in Midsland. Er zijn 5 kaarsen aangestoken. Het zijn de 5 kerken, kerkgemeenschappen, die innig met elkaar samenwerken in deze viering. Ja, soms loop je averij op in je leven. Je vaart misschien vol goede moed de haven uit, maar je neemt de bocht net te smal en je vaart tegen het havenhoofd aan. Of je stuit onverwacht op een zandbank, terwijl je dacht dat je de vaargeul aan het volgen was. Misschien moet je halverwege terugkeren, omdat blijkt dat een van de motoren van je schip die je voortstuwen er de brui aan heeft gegeven. Op halve kracht moet je terugkeren. Misschien is er iets anders waardoor je in zwaar weer terechtkomt en je maar moeilijk vooruitkomt. Of misschien is er iets in de relationele sfeer, in het contact met anderen, iets wat moeilijk voor je is. Misschien raakt al je brandstof op. Kom dan hier bij tanken. Wij delen met jou het licht van Christus. Voel je welkom. Tijd van leven. Gods liefde brengt ons steeds weer aan het licht. God, we ademen uw liefde. U bezielt ons. We raken elkaar. Wees kracht dat we moedig en zacht durven zijn. Zing in ons dat we leven voelen. Wees licht dat we bij en bij blij blijven en aanstekelijk zijn. Vuur, zodat we elkaar verwarmen. Bron, waar we levend water vinden. Laat er verbondenheid gevoeld worden in en door uw liefde. Tot u, licht van de dag, richten wij ons. Loven wij de ene, schepper van hemel en aarde. Wees aanwezig als licht in ons midden en in ons hart. Vrede zij u. Amen. Heilige Geest geeft talent.
zegen. Christus deelt al zijn gaven uit. De Vader zelf wil tot ons spreken. En elk verstaat wat het beduidt. Wees ons nabij en maak ons vrij. Dit u heiligdom, kom Heere Jezus, kom. De Bijbel is opengeslagen in het evangelie van Matthäus. Matthäus 18, vers 15 tot en met 20. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: wanneer uw broeder gezondigd heeft, wijs hem dan onder vier ogen terecht. Luistert hij naar u, dan hebt gij uw broeder gewonnen. Maar luistert hij niet, haal er dan nog één of twee personen bij, opdat alles berusten op de verklaring van twee of drie getuigen. Als hij naar hen niet wil luisteren, leg het dan voor aan de kerk. Wil hij ook niet naar de kerk luisteren, beschouw hem dan als heiden of tollenaar. Voorwaar, ik zeg u, wat gij zult binden op aarde zal ook in de hemel gebonden zijn. En wat gij zult ontbinden op aarde zal ook in de hemel ontbonden zijn. Wanneer twee van u eensgezind op aarde iets vragen, het mogen zijn wat het wil, zullen zij het verkrijgen van mijn Vader die in de hemel is. Want waar twee of drie verenigd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden. Laten deze woorden ons hart voeden. Dat de liefde van God onze gedachten vult. Dat het kennen van Christus gemeenschapszin laat ontstaan tussen mensen. Dat Gods geest ons laat horen en verstaan. In leven en geloven. Amen. Amen. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Luisterend naar dit stukje evangelie van Matthäus, raak ik er steeds meer van overtuigd dat geloven op je eentje niet mogelijk is. In de woorden van Jezus gaat het vandaag steeds over twee of drie. Alleen als het gaat over correctie en terechtwijzing, mag je dat in eerste instantie alleen doen. Maar als dat niet helpt, haal er dan één of twee bij, want de verklaring van twee of drie getuigen is geldig. En zo is het ook met bidden, zegt Jezus. Wanneer twee van u eensgezind iets vragen, het mag zijn wat het wil, zullen ze het krijgen. Want aan het einde van de tekst die we zojuist hoorden, volgt de reden waarom dat zo is. Waar twee of drie verenigd zijn in mijn naam, daar ben ik
in hun midden. Pas in gemeenschap, pas als je bij elkaar bent in zijn naam, werkt geloven. Geloven doe je dus niet alleen. En als je dat samen doet, vallen alle verschillen die in de loop der tijden zijn ontstaan tussen al die groepen christenen blijkbaar weg. Dan maakt het niet meer uit of je hervormd, gereformeerd, doopsgezind of katholiek bent. In zijn naam samen laat je alle onderscheid niet meer tellen. Dat zou toch een ideale wereld geven. Misschien is dat wel het koninkrijk van God waar Jezus naar streeft. Hij gaat immers uit van het goede in alle mensen en hoopt dat zijn volgelingen daarmee heil en geluk zullen bewerkstelligen voor heel de wereld. Een hemel op aarde zullen scheppen. Voor hem immers horen hemel en aarde bij elkaar. Wat gij met 2 of 3 in mijn naam bij elkaar zult binden op aarde, zal ook in de hemel gebonden zijn. En wat gij met 2 of 3 bij elkaar in mijn naam zult ontbinden op aarde, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Eeuwenlang lijkt voorgaande voorbehouden gebleven aan het gezag en de leiding van de kerken. Want de gelovigen hadden daarnaar te luisteren, moesten gehoorzamen. En als je dat niet deed, werd je verketterd. Maar ook binnen de kerkgemeenschappen werden in de loop der tijden de leden mondiger, eisten hun verantwoordelijkheid op. En misschien gingen ze daarmee wel terug naar de oorsprong van het christendom. Want ik lees in het evangelie van vandaag dat de verantwoordelijkheid voor elkaar vanaf het begin heel belangrijk was. Wanneer uw broeder gezondigd heeft, wijs hem dan als broeder of zuster in het geloof onder 4 ogen terecht. Samen met elkaar mag je de weg ten leven ontdekken en samen de weg gaan die leidt naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En zo, zegt Jezus, als je dat samen doet, als je met 2 of 3 of meer in mijn naam verenigd blijft, dan blijf ik in jullie midden. Mogen wij hier op Terschelling en overal op de wereld, gesterkt door de woorden die Jezus ons vandaag voorhoudt, samen onze gelovige wegen blijven gaan. Amen.
Laten wij danken en bidden. Wij danken u voor leven en samenleven. Wat mooi als mensen elkaar vanuit allerlei hoeken en richtingen inspireren. Delen in creativiteit, meeleven, meedenken, aandacht, warmte, licht, liefde en bovenal elkaar iets gunnen als warme zonnestralen van inspiratie. En wat ontzettend jammer, zonde, gemiste kansen in gemeenschapszin als dat niet gebeurt. God, steeds weer dwalen onze ogen af, en mijn ogen ook, naar uiterlijk vertoon, naar wat loos en leeg is. De gemakkelijke weg, de goedkope lach, het praatje voor de vaak en over het weer. Steeds weer zoeken mijn ogen naar hoe anderen kijken, waar anderen voor kiezen, wat anderen doen. Erbij te willen horen, aardig gevonden te willen worden en tegelijk niet echt durven zeggen wat je denkt, voelt, gelooft, uit angst misschien wel om afgewezen te worden. God, daarom bidden wij, help me om te kijken naar wat er echt toe doet. Help me om te kijken naar dat wat licht geeft, wat liefde uitstraalt en wat hoop verbeeldt, waarin trouw kan wonen. God, daarin wordt de weg gevonden van lichter leven en van samenleven. Waar gedeeld wordt, daar wordt u gevonden. Zo bidden wij dan ook in de naam van Hem die zijn leven, uw liefde, met ons allemaal deelde. Amen. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est, dava lifte erst en Friede, dava lifte God zal met ons meegaan. Als licht in je ogen en lamp voor je voet. Als hand op je hoofd en arm om je schouder. Als kompas op een weg van geloof en liefde. Als vredesgroet op je lippen en hoop in je hart. Als stem die je uitdaagt en woord dat je voorgaat, laten wij ons daartoe gezegende mensen weten. Vrede zij u en jullie, nu en in de dagen die komen. Amen. Aan u behoort, o Heer de Heren, de aarde met tafel en vee. De steile bergen, koele meren, het vaste land en zekere zee. Van u getuigen dag en nacht, gij hebt ze heerlijk voortgebracht.
Laat dan mijn hart u toebehoren en laat mij door de wereld gaan met open ogen, open oren, om al uw tekens te verstaan. Dan is het aardse leven goed, omdat de hemel mij begroet, omdat de hemel mij begroet.